Leuk dat jullie weer kijken naar mijn nieuwe vlog. Het is alweer de vierde. Ik probeer het gewoon wel elke week erin te houden. Maar ja, soms is het ook alweer moeilijk om wat content te maken. Want er gebeurt gewoon niet zoveel. En ik hoop dat aankomende week de avondklok voorbij is. Want die week daarna ben ik jarig. En ik zou dat nog wel leuk willen vieren in de avond met cocktails of zo. Maar ja, nog even een paar dagen afwachten en dan horen we meer. Mijn zusjes komen zo meteen. Ik ben best wel veel met mijn zusjes de laatste tijd. Vind ik wel echt heel gezellig. En we gaan een sushibol maken. Dus ik ga even mijn boodschap halen. Voor de mensen die een bril hebben, vinden jullie die reflectie in je glazen ook altijd zo irritant? Kijk dit. Ik vind dat zo vervelend. Dan zie je gewoon niet goed mijn ogen. Mega grote olijven. Maar zijn Peppy en Cookie? Wat zijn jullie aan het doen? Hè? Zit jij nou snoep te vreten? Eef, jij mag niet. Peppy! Ga eens kijken dan, Freddy. Aangezien mijn hoofd net zo wit is als de sneeuw buiten, heb ik weer iets nieuws om te proberen. De zelftan van de Kruidvat. Het zijn dus doekjes. Even kijken hoor wat je moet doen. Ik vraag me wel af hoe ver ik dat moet doen. Eigenlijk wil ik gewoon hier dit ook bruin. Maar misschien moet ik gewoon alleen zo tot mijn hals doen. Wel mijn nek. Maar het gelijk er naar mijn handen wassen, want anders zitten mijn handen ook onder. Sowieso. Het is echt gek dat je hiervan bruin kon worden. Zag ik dan ook van die gekke lijnen of zo? Nou, dan doe ik even een before en dan straks een after. Ik zie toch wel een kleurtje hoor. Ik heb hier wel een beetje gekke vlekken. Ik weet niet of dat door mijn trui komt of door die crème of door dat doekje. Maar ik vind wel dat ik er gezonder uitzie dan hiervoor. Nou, en daar was ik blij mee. Voor die 1 euro voor zo'n doekje. 2 doekjes trouwens. De volgende ochtend met de zelftan. Ik vind mezelf best wel oranje. Maar ik heb er nu ook make-up overheen gedaan. Een poeder. Misschien dat ik dat niet moet doen. Maar beter dan een wit gezicht. Oké, ik ga naar kantoor. Oh nee. Het is ook weer aan het sneeuwen, zie ik. En het heeft gevroren. Dus ja, dat wordt leuk. Het is weer shooting day met Lola. Dit weer niet normaal. Zo lekker. I love it. Eindelijk een zonnetje. Nou, er gaat onze fotospot. Maar plan B, hè? Plan B. We gaan voor de trap. Plan B. Locatie nummer 2. Ik ben aan het lachen, maar dat zie je. Dat zie je. We zijn echt mega badass vandaag. Ja, echt illegaal. Gewoon overal wat is afgesloten, gaan we alsnog erin. Wow, zoveel sneeuw. Oh my god, het is zo rustgevend. Dadelijk. Vrijdag
Fred is de laatste tijd wat vaker alleen thuis. Dus ik heb een automatische voerbak gekocht. En dan kan je dus met een app kan je instellen hoeveel voer eruit komt en wanneer. En je kan zelfs inspreken dat hij een stem hoort wanneer er dan dus voer uit de bak komt. Ja, Freddy, dit is voor jou. Lili, dit is voor jou. Je bent zo vaak alleen nu, hè? Ja, en dan deze dikzak. Zoveel eet. Dan heeft hij in de ochtend al alles op en dan vervolgens moet hij het ook nog eens uitkotsen omdat hij het niet aan kan. Dus daarom was het wel echt nodig. Fancy, hè? Nou, ik vind dit helemaal geweldig. Hij speelt ook een bandje af met mijn stem. Waarbij ik zeg, Frit, kom dan. Ja, ik vind het geweldig. Hij vindt het ook leuk. Dus top aankoop, bol.com. Jongens, ik heb zoveel stress vandaag niet te doen. Ik ging gisteravond mijn gezicht wassen. En toen had ik alleen maar koud water. Ik naar de cv-ketel kijken. Die was helemaal leeg. Dus ik hem weer vullen. En toen spoot er uit een van die buizen echt een straal gewoon eruit. Ik dacht, nee, niet nu. Ze hadden gelukkig een spoeddienst in de avond, dus ik gelijk bellen. Er komt morgen een monteur. Maar ja, ik kan natuurlijk niet warm douchen. Ik heb geen verwarming, dus ik heb echt 5 lagen aan. Ik ben ook echt een koukleum. Die monteur komt en hij zegt... Oh ja, ze hadden hier eigenlijk iemand anders voor moeten laten komen. Even serieus, dat is toch echt... Nou, ik kan er niet bij. Dus ja, nou, diegene die ging weer de monteur bellen, nam die op, 3 keer bellen. Ja, nou, er komt wel iemand anders aan. Ik dacht, ja, nu moet ik maar zitten wachten of zo. Dus ik heb maar zelf weer gebeld. Ja, nee, er komt gelukkig wel nog iemand aan vanmiddag na 1 uur. Oké, let's hope so. Niet dat ik in het weekend zonder verwarming zit. Ik moet nog boodschappen doen, want er komen vriendinnen vanavond eten voor mijn verjaardag. Morgen vier ik mijn verjaardag en ik moet vanmorgen ook nog taart en alles halen. Maar ik moet na 1 uur thuis zijn. Ik heb over 10 minuten een meeting. Nou, jongens, deze dag veeg me op echt. Dat was even mijn klaagmoment. Maar jullie zien deze video... op Valentijnsdag. Ik hoop dat jullie er een leuke dag van maken. Geef degene waar je van houdt een extra dikke knuffel en kus. Wat ik ga doen met Valentijn zie jullie volgende week. En ik ben over 2 dagen jarig. 16 februari. Niet vergeten jongens. Dus de volgende vlog gaat in het teken staan van mijn birthday. Oké, nou zie jullie volgende week. Ciao!